Bondekort, waar zijn we hier vandaag? Wat gebeurt er hier vandaag in het VUG Centrum? De 9e editie van de Decathlon Meierijloop. Harry, voor de 2e keer door het centrum van Vught. Met een scholierenloop en een 5 kilometer loop en een 10 kilometer loop. Voor wedstrijdlopers, recreanten en bedrijventeams. Al die lopen die wij in Vught kennen, dat zijn er best nog een aardig aantal. We hebben allemaal het atletiekcomplex van Prins Hendrik als start- en finish locatie. Hoe leuk is het om dit zo'n evenement in het centrum te hebben, zo'n loopevenement? Nou, je ziet dat hier meer mensen op afkomen. Rondom de atletiekbaan is toch vaak in een uithoek van Vught. Zie je dat het wat minder druk is. Hier komen de ouders komen allemaal mee, de omwonenden. Je zit midden in het centrum. De horeca kan erop inspelen, dus eigenlijk een perfecte entourage voor de komende jaren. En ook met de aanpassing die het Vughtse Centrum hier gaat krijgen, het autoluw maken, komt dit soort evenementen eigenlijk alleen maar ten goede. Ja, het heeft natuurlijk ook recreatief gehalte, maar die 5 en 10 kilometer, daar zitten ook echt de wedstrijdlopers in. Hè? We hebben in de eerste jaren van de Meierijloop regelmatig Kenianen gehad die het erepodium bezetten. Die kwamen vaak voor een startvergoeding, daar zijn we een aantal jaar geleden mee gestopt. Dus nu zijn het de Nederlandse jongens die het eigenlijk gaan doen. Vorig jaar 15 minuten 36 van een jongen uit Deurne op de 5 kilometer. Dat is een leuke tijd, maar daar breek je nationaal geen potten mee. Maar dat is een mooie winnaar voor een evenement als de Meierijloop. Kun je een paar namen noemen? Want ik heb je net al natuurlijk via de geluidsinstallatie hier wat namen horen noemen. Kun je voor de kijkers van LTV ook nog eens even aangeven wat voor coryfeeën hier aan de start staan? Nou, we hebben op de 5 kilometer loopt Robin Ruiter mee. Dat is een jongen uit Rosmalen, lid van Prins Hendrik. Was dit jaar 5e in de NK-finale op de 800 meter. Nou, dan is 5 kilometer misschien wat lang voor hem. Maar die staat wel zijn mannetje. We hebben een groep uit Eindhoven die getraind wordt door Luc Krotwaar. Meervoudig Nederlands kampioen marathon. Die zijn in voorbereiding op de marathon van Eindhoven. Die volgende week zondag gelopen wordt, 12 oktober. De jongens die komen hier lopen als bewijzen van training. Maar dat zijn wel de jongens die hem voor in het veld verwachten. Jacques Dikmans, jij bent hier vandaag in een dubbelrol bij de Meierijloop in het Vught Centrum. Klopt, Harry. Ik ben namens de gemeente een beetje verantwoordelijk en regel wat zaken voor de loop. En ik was van plan om zelf mee te gaan lopen met de 10 kilometer. Nou, je pakt het stevig aan. Tieke, ben je een echte loper? Nou, ik heb in het verleden heel veel gelopen tot ik geopereerd ben. Heb ik jaren niets gedaan en ik heb het vorig jaar weer opgepakt. En ik heb vorig jaar ook gelopen trouwens, hoor. Dus ik loop ruim een jaar nu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Allemaal voor 5 kilometer door het centrum van Vught. Bedrijventeams intussen, recreanten en wedstrijdlopers, allemaal bij elkaar. Mooi kleurrijk veld. Een aantal mensen in training voor de hele en halve marathon van Eindhoven die volgende week zondag wordt gelopen. Zijn we nou, jongen? Specifiek hier D66 loopt mee. Hier de spullen voorbij komen. Een heleboel dezelfde tenues. Onderweg voor 5 kilometer. Eén volledige ronde en dit keer is het Boedekortweek op de fiets. Zeggen we Decathlon Meierijloop, dan denken we in één adem ook aan Berry de Brouwer. Ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval, ik ben er al 9 jaar bij betrokken en dat is nu voor het 2e jaar in het centrum in Vught. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, goede sfeer, veel lopers, hetzelfde als vorig jaar, we hadden net op iets meer gerekend, maar ja, waar het dan ligt, dat weet ik niet, maar ja, het is gewoon weer een leuk evenement. Er komt aardig wat voor kijken, Berry, hè, om zoiets te organiseren. Ja, natuurlijk, de verkeersveiligheid is natuurlijk een stuk complexer. Dan zeg maar op het oude parcours en de verkeersveiligheid is complexer. Ook door de infrastructuur van Vught hè, met zijn A2 en de weg naar Tilburg en 2 spoorbanen. Ja, alles, de 5 en de 10 kilometer om het maar even populair te zeggen, moet er een beetje tussen gefrot worden. 158, volgens mij is het de zoveel verkeer uit elkaar toch? Ja, komt er zit een aantal van die groep, Mark van Kessel van de Lopersgroep uit Deurne. Gaat voor de 3e jaar op rij hier de 5 kilometer binnen en dat luistert is voor Mark van Kessel. Volgens mij waren de winnaar is binnen. Mark van Kessel met voor een 3e jaar rij. De 5 kilometer wedstrijd bij de man. Super! Dat is het paspunt van Lemmer van Prins Hendrik. Dat is al nummer 2 in de wedstrijd. Vlak erachteraan nummer 2 van Nelf. Paspunt van Lemmer nummer 2. Kom, Paul, nummer 3, geen pas. Goed, je bent als nummer 3 geëindigd. Ja, Mark van Kessel die is gewoon niet in te halen. Hè? Buiten categorie, ja dat klopt. Buiten categorie liep heel lang met de nummer 2 mee, maar die gaf de laatste 2 kilometer gaf die eventjes gas en toen moest ik ook lossen. Waar moest je hem laten lopen? Bij de 3 ongeveer, iets verder dan 3, 3,5. Komt hij aan nummer 2.
Die liep mooi. Oké, de nummer 2 die kan ook er gelijk even bij. Kom er even bij. Nummer 2, hoe is jouw naam? Kasper van Leeuwen. En je hebt ook al een shirtje van? De Lopez Company. Oké, en dat is niet jouw eerste wedstrijd volgens mij? Nee, dat is niet mijn eerste wedstrijd. En jullie hebben het allemaal af moeten leggen tegen Mark van Kessel. Dat is wel een grootheid geloof ik, hè? Ja, ik ken hem eigenlijk niet, maar ik hoor het u zeggen. 3 keer gewonnen op een rij. Ja. Vol spotters. Wat wordt de nieuwe slogan voor D66? D66 Vught neemt een loopje met je? Nou nee, verlegt grenzen. Want ik heb nog nooit 5 kilometer gelopen in mijn leven. Nog nooit. Nog nooit. Wel eens in stukjes, met pauze steeds van 2-3 minuten ertussen. Dit was de eerste keer dat ik het volgehouden. Dus ik zou ervan maken, D66 verlegt grenzen in Vught. En viel het mee of viel het tegen? Nou, de laatste minuut was verschrikkelijk. Maar ik ben doorgegaan, niet gestopt. Dus, je loopt normaal, je maakt normaal geen iemand die wat rondjes draait zo af en toe? Ik sport sinds een half jaar. Ik hockey. En dat is een beetje lopen en nou dit erbij. Dus ja, alleen maar goed. Kijk, mijn collega's ook binnen, zie ik. Maar waar staat het evenement Fonds in de pickorder als het gaat om Vughtse evenementen? Nou, het is steeds beter. Hè? Hij groeit natuurlijk wel. Hij wordt steeds interessanter hier in het dorp. Dat is steeds een groter evenement. Vorig jaar natuurlijk voor het eerst hier in het centrum. En dat geeft natuurlijk wel steeds meer body aan wat er in Vught in het centrum moet gebeuren. En dat is meer levendigheid. Ja. Hoe moeten we dit op de schaal van Richter inschalen, dit evenement? Ik denk een 10. Wat dat betreft, als je ziet wat een impact dit heeft, met name op de omgeving. Op de omgeving en op de bewoners. We hebben alles in het werk moeten stellen om het in ieder geval veilig te laten verlopen. En dat is heel belangrijk. Dus het heeft nogal wat impact, ja. Dit is toch een evenement waarbij de winnende tijden secundair zijn. Het gaat hier vooral om het lopen voor het goede doel. We kunnen 3 mooie goede doelen voor gehandicapte sporten in de directe omgeving. Kunnen we een mooie check overhandigen in de loop van de komende maand. En dat is eigenlijk het primaire doel. En dat nou de winnaar in 30 minuten of in 31 minuten wint, dat is eigenlijk bijzaak. Oh, voor die atleten telt dat wel heel erg, hè? Ja, iedereen die loopt. Er lopen mensen die hun eigen stopwatch indrukken. Die meteen bij de start al kijken van ik wil exact mijn tijd weten. Maar vandaag is bijvoorbeeld de single loop in Breda. Dat is de grootste halve marathon van Nederland. En daar lopen de echte toplopers. Die lopen voor het prijzengeld. Hier lopen mensen meer voor het gevoel ook. Men vond wel dat er heel veel in Vught afgesloten was voor deze loop. Ja, goed. Maar dat moet je ook wel doen om de veiligheid te kunnen garanderen. En we proberen dat, of we hebben in ieder geval dat ook dit jaar weer geprobeerd zo goed mogelijk te communiceren. Ja, en je zult altijd mensen hebben die zeggen van ja goed, voor mij hoeft het niet per se. Maar aan de andere kant, als je in het centrum woont, is het inherent aan het wonen in het centrum. En ja goed, en het heeft... Het ging niet alleen om het centrum, want het is best een grote ring, hè? Ja, maar je kunt niet permitteren dat er auto's op het circuit komen en dat er vervolgens ongelukken gaan plaatsvinden. Nou, dat willen we gewoon niet hebben. Dus dan moet je op een gegeven moment 2-3 uur alles afsluiten. Hebben jullie wel met de les of met de ervaring, net hoe je het noemen wilt, van vorig jaar nog iets gedaan? Is er nog iets gewijzigd in dat opzicht? Nee. Wat we wel hebben gezegd, en daar zijn we nu weer achter gekomen, met name het aantal verkeersregelaars is iets waar we ook volgend jaar weer wat meer aandacht aan moeten besteden. Oké, we gaan de heupen vastzetten en we gaan het bovenlijf gaan op 2 keer. We gaan op 10 kilometer, we gaan op zijkant. We starten, dan hebben ze nu even over van Wim Akkerman is voor te worden. Ja, dat zijn er zeker die voor de tijd lopen. We hebben nu bij de winnaar, 5 kilometer, de winnaar voor de 3e keer. Mark van Kessel. En ja, natuurlijk een mooie tijd binnen de 16 minuten. En straks op de 10 kilometer hebben we de winnaar van voorjaar. Michael van der Steen, Wesley van der Gouw. En Luc Rotwaar is met zijn loopgroep ook gekomen. Dus we hebben daar, denk ik, een 10 lopers die binnen de 35 minuten lopen. Dus daar hopen we een mooie strijd zien. Maar ik denk wel dat Michael en Wesley wel 1 en 2 willen worden. Maar daar zeg maar voor de andere plaatsen, ja, daar gaat het omknallen op de 10 kilometer. En de straten zijn leuk versierd ook, hè? Ja, ik hoorde dat een aantal straten, Repelweg, Beatrixlaan, die vorig jaar ook de straatprijs heeft gewonnen, versierd is. Er is muziek onderweg. Dus wat dat betreft, en dat is om op jouw vorige vraag terug te komen. Het recreatieve, het is een evenement, het is een loopevenement. En het recreatieve is natuurlijk belangrijk. Maar ja, ik ben zelf een oud-atleet. En dus kijk ik altijd met een schuin nog even naar de strijd op de 10 kilometer, op de 5 kilometer. Of daar leuke prestaties worden gelopen. En dat trekt ook weer nieuwe lopers. Hoor. Ik krijg ook wel regelmatig een mailtje. Goh, jullie hebben toch wel een leuke, snelle 10 kilometer. Kan ik ook langskomen? Ja, natuurlijk. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké. Ja, een huiskamer kun je altijd terecht. Dan geef je altijd voor dit soort evenementen moet willen in het dorp. Maar als ze er zijn, moet je ze zeker hier naartoe halen. Ja, absoluut. Ja. Het centrum wordt mooi. Ik hoop het wel. En vooral hierachter, dat moet snel plat, dat marktveld. Maar
Ik begrijp, we hoorden niks meer over. De ondernemers hoorden niks meer over. Het is even in de picture geweest, maar het is helemaal weggeëpt. Ja, het is elke keer weer andere plannen. En het is uiteraard een projectontwikkelaar die het uiteindelijk moet gaan realiseren. En wij als gemeente natuurlijk niet. We hebben dat parkeerterrein wat we inbrengen. Maar ja, laten we hopen dat er snel tempo komt. Jij zit dicht bij het vuur, dus jij weet of dat we nog maanden moeten hopen, jaren moeten hopen. Ik hoop zo snel mogelijk. Ik hoor altijd van de wethouder hele positieve geluiden. Dus ik ga er maar vanuit dat die ook een keer bewaarheid worden. Dat die echt snel een keer met een plan komt. En nou gaan we de handtekening zetten. Ik zit niet aan tafel, aan de onderhandelingstafel. Dan zou ik jullie alles vertellen. Nou, ik ken die verkiezingspromo nog van jullie. Met dat winkelkarretje hier in datzelfde Marktveldpassage. Maar we zijn ongeveer weer een half jaar verder. En tja. Dat zijn die dingen die je even regelt. Dat is niet iets waar je zomaar even snel plat gooit en we bouwen iets nieuws. Lange adem, maar uiteindelijk komt het goed. Lange adem, dan hebben we een mooie cirkel rond. Zijn we weer terug bij de Meijerijloop. Bedankt voor ons. Ja, de 10e, dat wordt natuurlijk een hele speciale. Ja, je moet ik nu heel zeggen. We weten nog niet wat, maar we weten ook echt nog niet wat we gaan doen. Dat, na deze Meijerijloop gaan we weer evalueren. En hoe we de 10e op welke manier vorm gaan geven. Maar ja, bij een lustrum hoort nog eens iets extra moois, een extra feest. En dan gaan we samen met de Detron en Music Events, onze andere partners, wel voor zorgen.